Insecten eten als onderdeel van je dagelijkse maaltijd of een iris-scanner die een persoonlijke route voor je maakt. Dat kan allemaal tijdens de eerste editie van het Future Cities Festival. We hebben verschillende kunstinstallaties, installaties waar je in kan. Eigenlijk is alles een bewuste keuze dat het interactief is. Dus het zijn allemaal werken waarbij de kunstenaars vaak ook zelf staan, die meer uitleg kunnen geven waar je in kan. Het is een interactief festival dat ons een creatieve kijk geeft in de toekomst. Het festival is gemaakt voor en door jongeren van het mbo. Wanneer maak je het mee dat je zeg maar alles mag bepalen van een festival? Hoe de ruimte werd ingedeeld van een logo tot alle kleine details die erbij komen kijken. Waar je niet eens een idee van had van dat erbij komt kijken. Je leert er superveel van. Ik denk dat we iets heel moois hebben neergezet. We zijn er met z'n allen heel trots op. We hebben er een half jaar best wel hard aan gewerkt. Ja, onze ideeën zijn werkelijkheid geworden. Dus ik denk dat dat wel het allerleukste is. Dat het nu echt voor je staat en dat je het ja, echt kan waarnemen. Ja, dat is wel echt super tof. Zo kan je in een lijkenkoelkast door middel van geluid en geur de laatste minuten van Whitney Houston en Gaddafi ervaren. Ook zijn er creatieve cursussen en worden daar games gespeeld. Ik vind het een leuk festival. Er zijn verschillende dingen om te doen. Je kunt hier gamen, je kunt andere ervaringen opdoen en nieuwe dingen proberen. Dus ja, ik vind dat wel tof. Ik vind het wel een leuke ervaring. Ik vind ook dat leuk, al die spelletjes die je daar hebt, zeg maar. En ook verschillende eten wat je hier hebt, want je eet ook insecten. Maar dat heb ik niet echt geprobeerd. Of ja, ik heb het wel geprobeerd, maar ik vind het niet zo lekker. Het Future City Festival moet jongeren stimuleren hun toekomst vorm te geven met behulp van kunst en design. Ja, het mbo is heel erg gericht op vaktechnisch en op het vak waarvoor ze leren. En wij zijn juist gevraagd om een creatieve prikkel en ook een creatieve impuls te geven voor het mbo. En ik denk dat creativiteit heel erg kan bijdragen aan het je flexibel opstellen in de toekomst en kansen zien. Maar ook het feit dat zij natuurlijk de toekomst zijn en hun eigen toekomst ook echt zelf kunnen vormgeven. Ik probeer ook zeg maar de beslissingen die ik maak in mijn leven, probeer ik wel na te denken van oh ja, hoe gaat dat eruit zien in de toekomst en wat heeft dat voor effect in mijn toekomst? Ik ben wel aan het kijken wat ik later wil en ik ben er ook wel een beetje over uit wat ik later wil. Dus ja, ik ben wel bezig met mijn toekomst, ja. Ja. Ik vind het belangrijk dat dat bijvoorbeeld als je gaat ondernemen, dat je dan ja, niet alleen maar de paden blijft vervolgen die al zijn gemaakt, maar ook zelf een pad gaat creëren. Dus daar is gewoon creativiteit voor nodig. Voor de organisatie is het festival in ieder geval een groot succes en komt er volgend jaar gewoon weer een Future Cities Festival.